Hier in het zuiden van Eindhoven is sinds begin maart een overvaller actief. En in die periode overvalt hij 3 keer een benzinepomp. En begin april slaat hij zelfs 2 keer toe in 1 week bij de Texaco-pomp aan de Boutenslaan. We hebben goede bewakingsbeelden van de overvaller. Er zijn gelukkig geen klanten in de winkel bij de benzinepomp. Zo rond 16:45 op zondag 6 april. Een medewerkster is snoep aan het bijvullen. De medewerkster die op dinsdag 1 april in de winkel is overvallen, is er ook. Om even haar verhaal te kunnen doen. Om even op adem te kunnen komen. Maar dat komt er niet van. Het wordt alleen maar erger voor de vrouw. Want al snel staat ze weer oog in oog met dezelfde overvaller. Die dreigt met een mes, haalt geld uit de kassa en slaat op de vlucht. Heel opvallend is ook de werkwijze van de dader. Bij elke overval springt hij op de balie en breekt dan met zijn blote handen en een mes de kassa open. Hij heeft geen tas bij zich, maar het geld propt hij in de zakken van zijn jas. Het gezicht van de dader is hier niet goed te zien, maar zijn kleding is wel heel opvallend. 2 keer heeft hij ditzelfde vest aan. Donker vest met lichtgroene lijnen. Een spijkerbroek en zwarte sportschoenen met een wit Nike-logo. De man is blank, tussen de 20 en 30 jaar, tussen de 1,70 meter en 1,80 meter, en heeft een slank postuur. En let ook goed op de knokige handen, misschien herkent u ze. De dader spreekt Nederlands zonder accent. Na de overval sprong de dader op een grijze fiets en reed weg in de richting van het Dommelpark. En hier reed hij het park in. Nou, opvallend aan die fiets is dat het een heel klein model is. Te klein voor die man eigenlijk. En als dat iemand iets zegt, dan horen we dat heel graag. Maar de overvaller slaat niet alleen 2 keer bij de Texaco aan de Boutenslaan toe. Op 4 maart bedreigt hij een medewerker van het Esso-tankstation en de Karel de Grote Laan niet ver van de Texaco. De medewerker vlucht en de overvaller springt ook hier op de balie en breekt de kassa open. Nou, let weer op de opvallende kleding en de handen van de man. Omdat de tankstations vlak bij elkaar liggen en de dader op de fiets was, zou het dus heel goed kunnen dat hij hier uit de buurt komt. Een ander opvallend detail is dat hij alle 3 de overvallen rond 16:45 's middags pleegde. Nou, ook dat kan natuurlijk een belangrijke aanwijzing naar de dader zijn. Help deze dader te pakken. Heeft u op 4 maart iets gezien rond de Esso benzinepomp aan de Karel de Grote Laan? Of op 1 of 6 april bij de Texaco aan de Boutenslaan? Herkent u de man? Kijk ook eens goed naar zijn gezicht. Of zegt de kleding u iets? Bel met al uw informatie 0800 60 70. Of anoniem op 0800 7000.